Nicky Terpstra, want die reed een hele goede ronde van Vlaanderen, vond ik. Op dat moment dacht ik, nou, die is echt helemaal klaar om Roubaix te winnen. Daar ging het natuurlijk mis, kwam hij zwaar te val. Zijn herstelperiode duurde vrij lang. Maar op het einde van het seizoen was hij met een derde plek in Parijs-Tours toch weer helemaal terug. Wilco Kelderman vond dat hij in de Vuelta veel beter tot zijn recht kwam en echt uit zijn schulp kwam. En bij Mollema vond ik het in de Giro vond ik hem toch wat tegenvallen. Ik had meer van hem verwacht op een ander podium dan de Tour, waarin we hem vaker hebben gezien in het verleden. En Kelderman, dat was eigenlijk net niet podium, vond ik toch wel heel erg knap. En ook aan de ene kant verwacht, aan de andere kant onverwacht, omdat je toch van hem dat talent gewend bent. Je weet dat hij zo'n groot talent is, maar dat het dan nu uitkomt en hij kan echt nog stappen gaan maken. Ga ik voor Annemiek van Vleuten. Het is toch wel een beetje haar jaar geworden. Natuurlijk met La Course en zeker ook op het WK. Ja, dat toch het vorig jaar van de Breggen was. Ja, noem ik 2017 dan toch wel het jaar van Annemiek. Dylan Groenewegen. Alleen omdat hij meer seizoenszegers heeft geboekt. En omdat hij als sprintkopman inderdaad in de Tour de France steeds meer groeide. En op het laatste de beloning daarvoor kreeg op de Champs-Élysées. Waar het natuurlijk ten dam in de Giro was, was het Ome in de Vuelta. Met name hoe Ome rondreed in die Vuelta. Waar toch werd gevraagd, heb je niet zelf die ambities om een klassement? Was hij echt als knecht helemaal gefocust op de prestaties van Wilco Kelderman. Dus ik kies voor Sam Ome.